Yo mensen van Fitbal Gehoord, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3 hier op Fitbal Gehoord natuurlijk. Waar anders, hè? Goed, dames en heren, we zijn weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims. En ik moet eerlijk zijn, het is alweer een tijdje geleden dat ik dit gespeeld heb. Dat komt omdat ik 2 weken weg ben geweest. Een weekje naar Barcelona en een weekje naar Londen. En al die vlogs die daar opgenomen moeten ook nog worden gemonteerd. En die moeten ook nog worden geüpload. En vandaar dus dat ik heel erg druk bezig was om de Sims te maken eigenlijk. En ook om andere series zijn er ondergevallen. Ik bedoel, Hunger Games is er ook ondergevallen. Maar ja, weet je, wat de fuck gaat hij nou weer doen? Waarom gaat hij zich wassen bij de... Oh, Wessel. Nou, in ieder geval, ik ben met... Oh, wow. Nou, ik ben met Wessel naar Londen geweest en over Wessel gesproken is niet zo handig hier bezig geweest. Jullie zullen waarschijnlijk ook al in de Londenvlos denken, wat de fuck hebben jullie allemaal gedaan daar? Volgens mij is Wessel ook niet zo handig, dus gaat hij dit nooit kunnen repareren. Heeft Wessel überhaupt wel geslapen? Ja, Wessel heeft geslapen. Oké, hoe laat moet hij naar zijn werk? 10:00 AM. Gaat hij serieus nu even de hele ochtend... te repareren aan dat ding. Nou, het is hem in ieder geval gelukt. Daar ben ik wel blij mee. Nou, ik ga nu zijn plasje maar even lekker opdweilen. Kijk, hoor, Cheyenne zal intussen ook zo meteen wel wakker worden. Yep. Dan gaat Cheyenne even douchen. Nee, ik denk dat ze eerst even eten gaat klaarmaken. Want Cheyenne is hier volgens mij de enige die eten kan maken. Wat ik weet nog van de vorige aflevering is dat Wessel... de titel van de vorige aflevering heette... Baas kwaad op Wessel. Dus waarschijnlijk is de baas kwaad geworden op Wessel de vorige aflevering. Dat is alles wat ik nog weet. Dus het is eigenlijk weer een beetje een nieuwe start voor mij. En waarschijnlijk ook voor jullie, want jullie moeten er ook weer even inkomen. Ja, jullie kunnen nu gewoon live terugkijken naar die oude video's. En dat kan ik nu niet tijdens de opname. Dus even kijken, pannenkoeken bereiden. Oh. Oh. Oké. Er staat al van alles op het schema. Ze moet een boek lezen. Is dat gewoon voor haar... Ja, hoe laat moet zij naar haar werk? Ze is rody en ze moet... Oké, ze heeft nog wel even de tijd. Nou, ik laat in ieder geval Cheyenne koken. Dan gaat ze eerst... Sorry Wessel, dan gaat ze eerst douchen. En dan gaat ze aan haar... Kijk hoor, boek lezen. Zo. Wessel heeft trek. Ja, het zal wel. Even kijken hoor, bed opmaken. En... Kijk hoor, Wessel heeft plezier nodig voor zijn... De carpool voor Wessel arriveert ongeveer over 1 uur. Oh my god. Wessel is totaal niet voorbereid voor vandaag. Nou, ik laat hem in ieder geval even tv kijken. Wessel heeft fucking trek. Nou, Wessel moet gaan. Oké. Fuck dat. Nou, Wessel. Je hebt niet gegeten, dat is best wel kut. In ieder geval, nu kan Cheyenne zichzelf even opladen voor haar werk. Kijk, ik hoor het bord pakken. Wessel gaat hard werken, want hij heeft nog wat goed te maken van de vorige dag. Kijk hoor, Cheyenne gaat eerst een boek lezen. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt voordat het uit is. Volgens mij is ze net begonnen. Ja, dus oké. Op een duur gaat ze eten en dan moet ze dit schoon... Oh mijn god, hoeveel worden schoongemaakt, man? Schoonmaken en schoonmaken. Maar hij vindt Cheyenne dat niet echt fijn. Alles schoonmaken. Ze is in ieder geval nu aan het lezen. En haar carpool komt ook zo meteen alweer. Dus we gaan even stoppen met lezen. Eerst maar even wat eten nu. Anders dan zitten we zo meteen met 2 mensen. En die hebben allebei niks gegeten, weet je wel. Maar volgens mij komt Wessel redelijk vroeg thuis. Dus dat maakt eigenlijk niet zo uit. Ja, ga nog even lekker schoonmaken voordat je naar het werk gaat, weet je. Zie je ook niet echt iedereen doen. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Oké, Cheyenne. Ik weet niet wanneer die komt, die carpool. Maar jij gaat nog maar even lekker lezen. Ik gooi die even hier op tafel. Of is ze vandaag vrij, trouwens? Ze is vandaag vrij. Ah, kijk. Dan kan je zichzelf mooi even opladen voor de volgende werkdag. Want dan heeft ze als goed is de boek uit. En dan heeft ze inderdaad de boek uit. Die moet worden schoongemaakt. En daarna gaat ze maar gebruiken ook. Dus gelijk alles in het huis schoongemaakt. Vindt Cheyenne niet zo leuk, maar... Nou, is in ieder geval alles schoon. Leg even de krant neer op tafel voor Wessel. En wat is er met Wessel aan de hand? Wessel gaat niet zo goed. Overwerkt. Oh, hij heeft een beetje...
Dat is niet zo leuk, Wessel. Ja, weer gedaan heb. Nou, in ieder geval, we gaan Wessel heel even laten bijkomen. Dan ga ik hem even tv laten kijken. Het is misschien niet zo leuk voor Shein dat zij nu al het werk aan het doen is, maar... Ja, weet je... Wessel zie je de werkende man. Ja, trouwens, Shein werkt ook wel hard, maar... In ieder geval, vandaag hoeven ze niks te doen. Ze gaan allebei even lekker televisie kijken. Kunnen ze allebei even opladen. Ze hebben wel een leuk gesprek samen. En dan gaan we weer slapen alweer. Alweer slapen, alweer. Dat is dubbel op. Moet er nog avondeten worden gemaakt? Volgens mij niet, hè. We gooien die dingen gewoon even in de koelkast. En dan zien we vanzelf wel. Wessel wordt gebeld. Laten we wel even de telefoon gaan opnemen, Wessel. Mobiele telefoon. Hoe neem je dat ding op? Ah, hij neemt hem al op. Oké. Wat wordt er gezegd? Zal hij mee wel weten of zin om op een date te gaan? Nee. We daten op dit moment met Shein, dus... lijkt me niet slim. Even kijken hoor, Wessel raakt een beetje out of energy. Dus we gaan Wessel laten slapen. Even kijken hoor, raakt... Nou, Shein nog iets minder, maar weet je... Laten we haar ook maar lekker gaan slapen, want dan hebben we tenminste... Goede energie voor morgen en de koelkast stinkt. Oh nee. Ik ga de kant trouwens weggooien, want daar hebben we nu niks meer aan. Ik dacht, nou, misschien hebben we er nog wat aan, weet je. Even kijken, wie moet er morgen vroeg op? Het is morgen maandag. En 10 uur, dus Wessel moet vroeg op. En het is ook morgen maandag voor jou. Dus jij moet ook vroeg op. Dan ga ik Shein het vroegst op laten staan om... Nou, trouwens, dat doe ik niet. Weet je, jullie halen maar gewoon kliekjes uit de keuken morgenochtend. Vind ik helemaal prima. Dan kan Shein tenminste niet zo te haasten. Dan kunnen we even allemaal weer... Even op gang komen. Bedorf voedsel opruimen als je wakker wordt. En als jij wakker wordt, ga je even kijken. Kort klikjes opeten. Hotdog. Zou die nog goed zijn? I hope so. Pannenkoeken met appel. Dat ze nu al bedorven zijn. Zo lang leren ze nog niet eens in dat ding. Ze hebben allebei trek. Beetje doorslapen jullie. Trouwens, ik laat Shein het toch maar denk ik wel wat klaarmaken. Het is 1 uur 's nachts. Hoor dit. Jullie zijn fucking vroeg op. Misschien is dat toch niet de bedoeling. Oké, ontbijt opdienen. Gaan we wat wafels maken vandaag. Eerst maar de koelkast opruimen. Dan wafels maken. Als Wessel wakker wordt, gaat hij even op zijn thee opruimen. En dan gaat hij douchen. En inmiddels is dan, als het goed is, hopelijk Shein alweer klaar met haar ontbijtje. Kijk jongens, dit gaat helemaal lekker, dit huishouden. Ik vind het nu al leuk. Gefeliciteerd, Shein heeft haar vaardigheid koken naar niveau 5 getild. Wordt steeds hectischer. Oké, in de keuken. Je kan nu een verrassingsstoofpotje maken. Helemaal goed. Daar houden we van, verrassingsstoofpotjes. Shein van Arco, ja. Oké, nou, Wessel eet in ieder geval. Waarom eet Wessel al? We hebben net dit... Oh mijn god. Oh ja, wacht. Dat heb ik natuurlijk... Oh, gossie. Dat heb ik hem natuurlijk voorgeschreven. Nou, kwaliteit normaal. Wat gaat hij nou weer doen met het bord? Oh, echt. Laat maar. Hij gaat het alvast. En dan gaat Wessel douchen. En moet Shein ook nog wat doen. Shein moet naar de wc. Oh, gossie. Technisch reparateur bellen. Oh, god. Hopelijk doucht Wessel snel. Even kijken hoor. Wat kan Shein allemaal nog doen? Ja, douchen kan Shein. Nou, in ieder geval. Even kijken. Moeten we iemand nog worden opgeflirt? Verder niet, hè. Oké. Laten we Shein douchen. En Wessel gaat... Kijk hoor, Wessel laat ik even lekker de technische zijn. Wessel gaat ons stoppen. Vindt hij totaal niet leuk. Maar we laten hem zo even televisie kijken. Ik kan Wessel even naar het toilet. Heeft de sleutelhamer gepakt. Een toilet gerepareerd. Oké. Hij heeft de beginselen van handigheid geleerd. Top. En nu kan Shein ook naar het toilet zo... En ik kan Wessel even televisie kijken, want dan is hij helemaal goed voor de volgende dag. En die volgende dag is vandaag. En Shein eigenlijk ook wel. Moet er nog iets worden gerepareerd of zo? Nee, nou Shein kan wel even het bed opmaken. Dat kan ze wel. En moet hier nog wat gebeuren? Nee. Moet hier nog wat gebeuren? Is er nog post? Geen post. Oké.
Het is nog steeds best wel fucking vroeg. Ik heb geen idee of ze het allebei gaan volhouden tot vanavond. We kunnen ze ook nog even laten slapen op zich. Dan zijn ze toch net iets wat, zeg even wat frisser. Als ze zo meteen naar hun werk moeten. En Wessel moet al vrij snel naar zijn werk. Dus Carpool van Wessel arriveert over een uur. Nou, Wessel, dan mag je weer op gaan staan. Mag je even omkleden? Oh. Oh, waarom? Nee. Uniform aantrekken. We gaan hem gewoon met een... Brody. Waarom hebben ze geen andere... What the fuck? Outfit uitkiezen. Doe maar gewoon de normale weer dan. We hebben de rekeningen bezorgd. Nou, die laten we Shannon zo even betalen. Laat Wessel of eens naar buiten lopen voor zijn carpool zometeen. Nou, oké. Wessel gaat in ieder geval. En dan hebben we Shannon. En die mag alweer opstaan van mij. Dan gaat ze even het bed opmaken. Dan gaat zij de... En dan gaat zij de rekeningen even betalen. En in zoverre zitten we dan toch alweer op voor deze aflevering. Ja, het is eigenlijk gewoon een doodnormale dag, maar ja, weet je, dat mag ook wel eens. Het hoeft niet allemaal spectaculair te zijn in deze serie. Nou, goed, dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik ga trouwens even, voordat ik het vergeet, even best wel hard laten werken. Zo. Ik ga, dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En zie ik jullie allemaal de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3. Later!